zitten hier in het zonnetje. Een prachtige natuur. En je hoort wel wie er mee is. Zodra ik begin te spreken, begint de papo. Piepen. Papo. Niet doen. Heel veel dennenbossen hier zo. Kijk eens hoe dicht de dennenbossen. En waar zijn wij? Kunnen jullie dat raden? Waar rijden wij? Zeggen we nog niet. Maar ik ben benieuwd of jullie kunnen raden waar dit zou kunnen zijn. Kijk dan. Eén en al bos. Gaat natuurlijk allemaal heel snel voorbij, maar kijk. Allemaal bos. Zonnetje en bos. En we hebben mooi weer, hè? Heel mooi weer. Ja, rond de 30 graden. Zo. Dus dat moet al iets verklappen dat we waar we niet zijn. Kijk. En naar beneden. Geweldig. Er wordt hier dik gediscussieerd. Zo heel veel, hoor. Dan niet. Ik sneeuwde heel veel vroeger. Ja? Ja? Ja. Bij mij. Soms. Dat snurken, zeg maar. Want vandaar dat ik apneu-onderzoeken moest doen. Omdat ik snurkte ook. Dus dat. Ik heb het soms nog wel, zeg maar eens, ietsje als ik op mijn rug lig. Als ik echt heel moe ben of zo. Ja, dat heb ik dan ook. Kan ik nog een beetje, maar niet meer zoals vroeger. Ja. Ik heb het ook aan mijn rug liggen, hè, Thijs? Ja. Je hebt het heel erg als je op je rug ligt. Ja. Ik lig nu, natuurlijk altijd net als een soort van dooi in het bed. Maar Lies ook. Lies sneeuwde vroeger ook, maar ook niet meer. Nou, het is heel af en toe. Ja. Echt heel af en toe. Maar niet snurken, maar te zeggen. Nee, het is geen snurk, dus gewoon een beetje. Mijn ademen. Nee, ja. Als ik dan mijn mond iets open heb, dan het uitademen. Ja. Zo. Een beetje in een diepe slaap. Ja. Ach ja, weet je wie snurkt? Kleine Raffie. Loen ook. Zo, die snurkt echt, hoor. Die kan ook bewegingen maken, jongen. Ja. Dan zijn ze helemaal te schokken. Ja. Dan ligt ze terug en dan gaat ze draaien. En dan gaat ze helemaal zo, dan ligt ze lang uit, hier lig ik op mijn zij, gaat ze helemaal zo tegen me aan liggen. Dan gaat ze helemaal zo, de eigen uitrekken. En dan ligt ze, diep zucht. Ja. Nou, ja, maar het is ook helemaal jouw hondje, hè? Want ze kwijlt ook helemaal als ze bij jou, als je aan het eten bent. Dus ze zit naast je, dan loopt het kwijlen helemaal uit de mond. Bah. Dat heb ik gezien in Spanje. We zitten hier bij het kampvuur. Ja, maar dat doet ze voor het eten. Komen allemaal verhalen. Lies heeft dat wel, als ze bij mij zit. Ik kwijl niet, hoor. Hoeft ze niet eens te eten. Dat kwijlt ze ook. Ik kwijl niet, hoor. Heeft ze vat ze vroeger ook niet. We zijn nu in de verhalenronde van het kwijlen. Hebben we nog meer kwijlverhalen? Nou, bij Tess heb ik het secret ook wel te kwijlen. Dan komt het uit één hoek en soms staat het regen. Ik zeg, nee, hier staat waterpas, want het loopt er zo uit. Kijk eens hoe gezellig het kampvuur brandt. Nou, we hebben heerlijk gebarbecued. Nou, zo. Nou, lekker, hè? Ging helemaal goed. De barbecue. Kipjes, een biefstuk, worstjes. Ik neem nog even lekker een wijntje. Nou, neem jij nog maar even lekker, ja. Lekker wijntje. Ik heb nog wijntje. Ja. Nou, proost, hè? Proost, hè? Jongens, gemeentepils. Proost, hè? Proost. Smaak je biertjes, Hans? Nou, ja, lekker? De Grimberg is altijd lekker. Oh, top. Ja. Kijk, jullie gaat ook nog even aan de wijn. Ja. Hoppata. Kijk, zo drinken wij wijn. Het is helemaal schoor. Je hoort zo. Een hele goede avond.
We zijn hier in de tent. Hé jongens. Hey. We zijn hier in de tent. Op een hele vette camping. Of niet, Welp? Kijk eens, we zitten hier in een glamping tent. En super leuk. Ik zal hem even draaien en dan kunnen jullie even meekijken. Even zien. Kijk. Zo, twee persoons bed. Eigen beddengoed allemaal meegenomen. Want het is een glamping. Leuk kastje. Hier is de rits. Er zit een grote jurgens even standen poetsen. Daar zit nog een raam. We zitten hier in een heuse glamping tent. En morgen overdag zal ik eventjes alles goed filmen. Dan kunnen jullie het even bij daglicht zien. Hoe cool is dat, jongens? We hebben natuurlijk wel de hondjes vast. Want wat wel zo is, hier kunnen ze gewoon onderdoor. En dan kunnen ze gewoon weg, de voorkant. Die kan helemaal open. Dus we hebben ze voor de zekerheid vastgelegd, zodat we er niet morgen eentje hoeven te missen. Zo, hele goede morgen. Kijk eens, iedereen is wakker. Iedereen is wakker. Ik ga even een rondje lopen. Let jij op de honden, Jurgen? Dat hij niet eruit vliegt? Nee. Lief, weer van jou. Ik neem jullie even mee op een wandelingetje. Over deze mooie camping in La Praia. En vandaag, dit weekend, is het daktentenfestival, mensen. Daktenten, kijk eens hoe mooi. Dat zijn allemaal mensen, er staan een heleboel aan het water. En die hebben een daktent op hun auto. Ja, kijk eens. Oep. Oké, okay, een lier. Nou, mensen, en dan heb je hier een de saumon. Daar kun je dus ook in vissen. Kijk, een mooi terras. En dit is de saumon. En dreigt van alles in het water. Goedemorgen. Kijk. Zien jullie het? En hier kun je forellen vissen volgens mij. Het is een assortiment. Schuimballen lijkt het wel die naar beneden komen. Drijven. Er zit ook allemaal schuim op het water. Maar jullie zien het. Die hebben allemaal hele mooie tenten op het dak. En daar kun je in slapen. Het zijn van die safari tenten. Gaan jullie ook op safari of niet? Ja. Nou, dit is het uitzicht vanuit onze tent. Kijk eens, we staan hier aan het water. Hé, hey, hou eens op. Nou, kijk, hoe leuk. Dan kunnen jullie het even een daglicht koelkastje. Leuk kastje erin. Bedden. Voorterrasje. En je kunt natuurlijk ook lekker op het gras zitten. Maar het is een hele leuke kleine tent. Mooi met die palen zo. Het is met een driehoekskoppel gedaan. Er zit dan een speciaal doek overheen. En dat is eigenlijk voor de warmte ook en voor de regen. Hoe cool. Je moet wel goed de been zijn om erop te komen. Je staat op een mooie vlonder. Kijk, hoe leuk. Daarachter staan die hele grote. Nou, dat is toch super vet. Er zijn allerlei verschillende soorten. Op hoge palen, op kleine palen. Zo, en als we er dan toch zijn, dan doen we eventjes sightseeing. En Tess weet welke rivier het is. Rivier de Semois. De Semois, kijk eens. Dit is dezelfde rivier als die bij ons op de camping loopt. Wat een uitzicht, hè.
Prachtig. Jongen, jongen, jongen. Dit is het dorpje Frappant. Frappant. Kijk, Jurgen loopt daar. We gaan daar even lekker koffie drinken. Ik maak nog even een mooie foto. Zo, zitten jullie lekker aan een biertje? Ja, zeker. Lekker La Chouffe. La Chouffe, Belgisch bier. Bakko zit te loeren. Want hij heeft daar paardjes. Je ziet die bewegen. Met een huifkar erachter. Zullen we zijn stembanden maar eruit laten halen? Nou. Kijk eens, ik zit helemaal onder de haren. Ik denk als je bij de dierenarts komt, dan kun je de stembanden eruit. Ik denk dat de dierenarts dat niet doet. Helloen? Dan word je aangeklaagd. Ik denk dat je dan toch wel een probleem hebt. Ja. Dat denk ik ook, dus dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Niet hoeft ook niet. Ja. Kijk eens, we zitten even wat te eten. Kijk eens, wat een uitzicht. Hoe leuk. Ja, maar even. Prachtig. Die wil die goud doen. Jurgen, vind je het leuk? Lekkere hamburger. Prachtig doorzichtig uitzicht. Prachtig dorp daar beneden. En Hans gaat koffie halen. Hij rent even snel heen, anders hebben we morgen geen koffie. Maar dat was wel een half uur. Ja, hij was een half uur hier voordaan. Vandaan. Voordaan. Dat is wat anders, voordaan. Nee, waar wij geweest waren gisteren, die supermarkt. Die is hier een half uurtje vandaan. Een heel klein supermarkt. Nou, we gaan even genieten. We zijn lekker aan de spa. En we krijgen een heerlijke fles rosé opgegeven. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb maar twee kleine glaasjes rosé op. We hebben er nog één opgetrokken in de tent, hè? Helemaal niet. Dat hadden we helemaal niet mee. Ik ga dat nou niet zeggen, want het is niet zo. Echt niet hoor. Het is gewoon gelogen. En daar gaat het. Best wel druk in het dorp. Je hebt daar een boulangerie. Pom du pain. Nou, c'est bon. Kijk wat een schattig huisje dat is. Het is net een poppenhuisje. Het is net niet echt. Deze dingetjes zijn ook de specialiteit van hier. Hè? Ja, die zijn zo zoet. Er zitten suiker in. Dat wil je niet weten. Oh, ze zijn wel lekker. De specialiteit hier. Ja. Nou, eet jij ze maar op. Nee. Proef jij ze even. Willen jullie proeven? Zijn die zachte dingen, of niet? Ja. Ja. Ik zou niet durven, ik krijg zo een pet voor mijn hoofd van de... Nou, ik niet hoor. Nee hoor. Moet je helemaal zelf eten. Ik verplicht niemand wat. Nee. Ja, die heb ik al aan de honden gegeven. Hé, ik heb wel ontbijtkoek, zero suiker. Oeh, dat is lekker. Thuis. Dat is wel geweldig voor straks. Ik heb echt stroomboter. Oeh. Dat is heel goed, een grasroomboter. Gras? Roomboten. Weet je wat het is? Roomboten van gras. Roomboten van grasgevoerde koeien. Die eten zuiver en alleen maar gras. Oké, okay. En waar kun je dat krijgen? Op de winkel. Bij de boer? Bij de boer? Bij de koeien? Heel erg goed voor je. Hey. Zie jij nou mijn hond? Dus, nee, wat ga jij nou doen? Je legt er zo wat op de grond. Willy. Nou, wij zijn in ieder geval even gezellig bij oma Hans. We gaan even ergens een koffietje drinken. Zullen we hem even oversteken hier? Ja. Ja? Ga je nu rennen? En daar bij die parasols gaan we even wat drinken. En nou is het dus zo dat... wat zei je? Het is maar één richtingsverkeer hier zo. Twee richtingsverkeer. Maar het schijnt dus als je daar dus een koffie bestelt, een cappuccino, dat je daar dan twee ijsjes bij krijgt. En dat had ze vorige keer al gedaan. Dus dat vond ze natuurlijk hartstikke leuk. En we zijn net wel even gelopen van boven naar beneden met de rollator. Maar dit is natuurlijk best wel een stukje.
Dus dat doen we dan eventjes met de rolstoel. Dus zit er een beetje vaart in. En dan kunnen we een ijsje gaan halen. Wat zei je? Het staat helemaal leeg hier. Oh. Dus dan gaan we straks wel weer terug. En dan gaan we even kijken hoe Moes is. Want ze hebben vanochtend ook al trainingen gedaan. Met de benen een half uurtje bij de... Ja, een soort van fysio-achtig iets. Dus... Ja. Tasje hangt achter de stoel. Dus die oefeningen die heeft ze al gedaan. Dus dat is al afgevinkt. Dus daar is ze ook nog wel een beetje moe van. Dus ze doet het in ieder geval hartstikke goed. En nu gaan we even genieten van een ijsje samen. Of nou ja, koffie. Maar zij met een ijsje. We lopen toch nog eerst even door. Het is hartstikke warm. En weet je wat nou grappig is? Iemand die een boek had besteld, die had ik een berichtje gestuurd. Want ik dacht, dat er, ik snapte even niet iets met het adres. Er stond D, nou nog iets. Maar PostNL pakte dat niet. Dus ik had even gebeld. En toen zei ze van, ja, want je kan er ook anders op zetten. De zorggroep van oma Ans. Want, toen zei ze, doe even de groetjes. Want wij kennen oma Ans. En we missen er enorm. Dus toen kwam ik net hier en zei ze, oh wat leuk toevallig. Welke kant gaan we op? Oversteken, je moet hier eraf. Oversteken. En toen zei ze, doe even de groetjes aan, we missen er. Dus dat is natuurlijk altijd heel leuk om te horen. Dus dat had ik eventjes gedaan. Ze zei, oh wat leuk. Dus groetjes terug. Zal ik nog eventjes een berichtje gaan sturen, dat ze nog groetjes terug krijgt. En dan gaan we eventjes beneden Leeuwen onveilig maken. Maar... Wat heb je daar? Kaften. Oh ja, je schoolboeken kan je daar laten kaften. Ben je al eens verder geweest dan de ijssalon? In de stad, of nog niet? Ja, ik ben ook hier toe heen gelopen. Oh ja, want ze is toen ook een keer met de begeleiding is een rondje gelopen door beneden Leeuwen. Dus ze kent het. Hé, dit is goed vertoeven. Kijk, dat is nog wat. Hey, ga je mee naar Spanje? Het is hier wel warm. De zon schijnt niet, maar het is wel warm. Ja, zo. We hebben wat gescoord. We zijn geslaagd. Zeker weten. Een nachtjapon of twee zelfs. En nog een andere slof met een goede sol waar ze in één keer in kan stappen. En nog een vest. Dan is weer helemaal voorzien. Ja. IJsje laten we even voor wat het is. En de koffie. En we gaan even langs de kerk. Die zie je hier. Dan gaan we even wandelen terug naar huis. Doei. 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 Oma Hans heeft het naar de zin hier, hè? Zeker. Ze vinden het fijn, lekker op een knus plekje in de kamer. Dus is blij. Het is weer een hele mooie dag en we zijn onderweg van de camping weer terug naar huis. Nou, het was gezellig, of niet? Dat is een hele ervaring hoor. Ja, hè? Met die daktenten. Ja. Huh? Ja, de camping was ook heel mooi, hè? Ja, prachtige camping. Dus, het is echt aan het water. En echt heel groen, bosrijk. Absoluut. En het valt nog wel mee. En wat me opviel was ontzettend veel Hollandse mensen. Ja. Ook voor een weekendje kwamen. En dat hoorde je ook, dat mensen zeiden van Ardennen stond al heel lang op ons lijstje. Ja, dit is hier ook prachtig mooi. Ja, zeker mooi. Ja. Mooie huis ook hoor. Ja. Het is allemaal goed verzorgd, mooi, gezellig. Mooie routes, je kunt veel wandelen. Ja, er is hier genoeg te doen, of niet, Jur? Absoluut. En de camping loopt zelfs helemaal tot daar. Ja, daar staan dan. Ja, maar dat is dan nog van hun daar. Wel, tot daar. Nee, daar. Het is tot daar. Maar ze hebben dan nog een heel stuk gras. Dus ze kunnen ook nog uitbreiden. Ja. En hij heeft al 200 plekken. Dus dan kun je nagenoeg groot het is. Hoeveel wil je hebben? Ja. Hoeveel heb je bak? Dat zeggen jullie gewoon fijn. Nou, we gaan lekker op de terugreis. En het was een superleuke ervaring. En heel gezellig. Het is ongeveer hoeveel kilometer rijden? Ja, dit is Maastricht. Oh, dit is Maastricht. Dus naar Maastricht is het 2 uur.
Ja, het is ongeveer 4 uur rijden. Het is ongeveer 4 uur rijden, mensen, dan weet je wel het gelijk. Laat even zien. Hallo, lieve hondenkinderen. Even gewoon niet zo piepen doen. Nee, niks. We zijn altijd in het begin. Luna, nee. In het begin altijd even heel onrustig. We moeten weer even wennen. Dan is het allemaal weer nieuw en vreemd. En denk ze, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar het komt allemaal goed. Ik neem jullie even mee op reis. De auto ruit is goed schoon geworden van de regen. Ik heb net de binnenkant schoongemaakt. Oh, ik zie het. Nou, jeetje. Dat kun je wel even zien, schat. En als we een supermarkt hebben, dan stoppen we nog even, toch? Ja, en anders in Nederland. Want we hebben niks voor morgen dan. Nee, maar we komen vast zeker wel een supermarkt tegen. Dus een toeristisch gebied, dus dat zullen we wel zien. En die we moeten ook nog langs een benzinepomp. We moeten ook nog tanken. We hebben lekkere broodjes meegekregen van Tess. Heerlijk. Heeft ze helemaal speciaal gemaakt. Met paté en komkommetjes. En kijk, de jurgen is smullen. Denkt Luna achterin. Vind ik ook wel lekker. Ja, we rijden door een prachtig landschap. Kijken hoe ik het. Zo, dan draai ik hem wel even. Zien jullie het? Kijk. Echte mooie Belgische huizen. Hondje zit ook te kijken. Zo vordert onze reis. Kijk, dit staat leeg. Ja. Wat een pand. Nou, ik zou hier niet willen wonen. Nee. Echt niet. Goedemorgen. Het is tijd om even boodschappen te doen in de zon. Die komt eindelijk lekker op. En het is gewoon best wel mistig. Dus, dat is top. Ik ben even de vlog aan het afsluiten voor jullie. Zodat jullie weer een gezellig leuk einde hebben in plaats van zo random. Ik zal jullie wel heel even de zon nog laten zien. Die komt door de mist heen. En dan ga ik even boodschappen doen. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke vlog vonden. En dat jullie even laten weten wat jullie van de Ardennen vonden. Van de Belgische Ardennen. Laat het even weten onder in de reacties. En natuurlijk, we waren gezellig bij oma Ans. En dan hoop ik dat jullie even een duimpje omhoog willen doen voor deze vlog. Even willen abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie later weer. Doedels!